Ik, We zijn er! Look at the risk! Je ziet het. Nee. Nee. Nee, G. Nee. G. Nee. Nee. Een hele goede morgen en leuk jullie kijken naar een nieuwe vlog, jongens. Gisteren zijn we naar Antone geweest en ik heb daar ook een biertje gedronken. En sinds dat ik zeg maar 2 maanden lang niet heb gedronken, merk ik gewoon dat mijn katers of mijn... Ja, dat, ik heb nu niet echt een kater, maar zeg maar het gevoel dat ik heb gedronken is nu heel erg sterk altijd na die 2 maanden. Want zeg maar, normaal gesproken drink ik inderdaad een paar biertjes in zo, bij zo'n concert of zo. En dan voel ik dat de dag daarna niet eens. Maar nu heb ik inderdaad gewoon een beetje, gewoon dat ik mijn hoofd een beetje voel. Wat heb ik toch, wat ben ik toch zielig eigenlijk. Gio was al wat vroeger de deur uitgegaan. Die moest ergens heen of zo. Maar die, ik weet die had een afspraak. Maar die komt straks weer terug hierheen. En ik ga nu richting Amsterdam. Want ik ga even naar manager Gerard. Want we gaan eventjes dingen bespreken over muziek. Ook over het vloggen voor in januari. En eigenlijk ook al nu. Want ik ben nu toch al eigenlijk soort van begonnen. En... daarna heb ik opnames voor Verboden te Lachen. En dat is een programma en het zegt al eigenlijk wat ik moet doen. Ik mag niet lachen. Verboden te lachen. Dus dat wordt ook leuk. En daarna gaan we naar de studio met Trobi weer om het nieuwe nummer af te maken van Ronnie Flex en Trobi. En er komt dus een derde artiest op en die gaat vandaag zijn verse in zingen. En wij gaan gewoon gezellig mee. Gio gaat ook mee. Natuurlijk, want hij heeft het gemaakt. Dus het wordt weer een hele leuke drukke dag. En ik dacht, ik ga gewoon weer vloggen. Want ik ben nu toch al bezig en ik zit nu toch al op een streak. Dus ik ga gewoon door. Ik had mijn auto weer een tijdje niet gezien omdat ik natuurlijk in Londen ben geweest. En daarna ben ik eigenlijk helemaal niet meer hier beneden geweest bij de auto. Maar jongens, het blijft toch wel echt zo dik. Die frontsplitter. Kijk dan een diffuser erachter. Ik ben weer zo blij met mijn auto, jongens. Dat vind ik zo nice dat ik zeg maar... de kleur er gewoon af heb getrokken en dat ik voor mijn gevoel weer een compleet nieuwe auto heb. Nou, laten we hem dan ook maar gebruiken. Zo. Zo, wie heeft hier gezeten, joh? What the fuck? Oh, jongens, ik kan daar zo niet tegen. Als mijn auto... Als iemand auto... Als iemand anders in mijn auto heeft gezeten, dan word ik gek. Nou ja, weet je, laat maar. Laat maar. Het is goed zo. Voor de mensen die het nieuwe nummer van Trobi en Ronnie nog niet heeft gehoord of het nog niet voorbij is gekomen op TikTok, dit is hem. Komt ie! Ja jongens, het is echt, ik zweer het, dit is gewoon een hit. Bij sommige nummers heb ik gewoon, oké, dan hoor je al gewoon van dit gaat gewoon scoren, dit gaat gewoon goed doen. En dit is gewoon weer echt zo'n oldschool Ronnie tune, dus dit wordt gewoon een hit. Het is vandaag gelukkig weer lekker weer jongens, dus we kunnen weer lekker buiten lopen in de regen. Potjandori zeg. Ik ben nu aangekomen in Amsterdam, maar sinds dat ik die frontsplit heb, moet ik dus ook echt gaan opletten met parkeren. Want kijk dit. Holy shit. Kijk, ik zet hem even neer. Nou, er was niet eens een blaadje tussen, man. Hè? Maar hij zit niet op de grond. Nee, hij zit net niet op de grond. What the fuck? Oh, dit scheelt helemaal niks. Maar goed, we zijn er. Nou, dus zitten we weer in de auto. Potjandori. Ik was vergeten mijn parkeerapp aan te zetten, dus ik hoop echt niet dat ik een boete heb. Kijk, ik ben totaal niet, vol van mezelf of zo, hoor. Maar ik ga deze wel ophangen in de woonkamer, zodat Willem en Ruben hem allebei heel goed kunnen zien. Nee, grapje jongens. Ik had, deze lag nog bij Gerard op het kantoor en hij had hem in het verkeerde formaat uitgeprint. Dus hij zei, ja, wil je meenemen? Ik dacht, nou, weet ik veel. Misschien kan ik hem leuk weggeven. Ja, dat zou ik ook nog kunnen doen. Ik kan hem weggeven aan een van jullie als jullie hem willen. Met een leuke handtekening. Ik dacht, nou, ik kan er tenminste misschien nog iets mee doen dan weggooien. Dat is ook weer zo'n zonde. Dus ik moest hem... Dus ik heb hem gewoon gezellig meegenomen. Maar goed, ik ga nu eventjes richting huis. En omdat ik natuurlijk nu ook dagelijks moet editen, omdat ik ook dagelijks vlog, is het gewoon eventjes wennen. Want bijvoorbeeld vandaag had ik dus deze meeting in de ochtend. Dan ga ik dus straks, moet ik naar Hilversum voor opnames voor Verboden te Lachen. En dan ben ik om 14:15 klaar. Dan moet ik daarna gaan editen. En ja, het is gewoon wennen dat je dus daar rekening mee moet houden. Dat je dus nu moet gaan editen. Maar wat wel echt een beetje klote is, en Gerard heeft dat expres niet tegen mij verteld, omdat hij weet dat ik dan... Ik hou er totaal niet van. Maar als ik tijdens de opnames wel lach, want het programma heet Verboden te Lachen, dan krijg ik een slijmdouche. Dus ik hoop dat ik niet, dat ik niet aan het lachen ben straks. Dat hoop ik gewoon, want ik hoef niet onder de slijmdouche. Ik heb er totaal geen zin in. Ik dacht ik ga even naar het toilet. En kijk eens, ik heb nog steeds geen wc-papier. Maar die verdomme
keukenrol. Nou, het was weer gezellig thuis. Ik ben hier, nou, het is er 2 minuten geweest. En nu is het tijd om daar ergens heen te gaan, want we gaan naar Hilversum. En tussendoor moet ik ook nog even bij de Shell of ergens een broodje halen. Want ik heb trek en ik heb nog niet ontbeten en dat is niet goed. Dat is niet goed. Voor een ontbijtje halen, jongens. Ik heb gewoon nog niet gegeten. Soms vergeet ik gewoon echt te ontbijten. Dat is echt niet goed. Een lekker broodje gezond, jongens. Dat gaat er altijd in. Weet je wat ik me net besef? Stel nou, ik moet wel lachen zo. En als ik in een lachbui raak, dan blijf ik alleen maar lachen. Maar ik heb helemaal geen spullen mee. Ik heb geen extra trui mee, want als ik onder de slijmdouche ga, dan ben ik vies. Wat logisch is, maar ik heb geen extra spullen mee of zo. Had ik misschien beter over na moeten denken. Maar ja, het is niet anders. Misschien heb ik nog wat in mijn achterbak liggen. Want mijn achterbak zit altijd helemaal vol met allemaal troep. En allemaal dingetjes die ik ooit van opnames heb gekregen. Volgens mij heb ik echt 3 zwembroeken. Witte shirtjes en zo. Dus nou, komt allemaal wel goed, jongens. Komt allemaal wel goed. Volgens mij zijn die allemaal kinderen, want ik zie allemaal tassen liggen hier. Nou jongens, we zaten goed. En kijk eens even. Verboden te lachen. Wat een leuk pak, joh. Hey. Daar gaan we, jongens. We gaan het pak aantrekken. En wat voor pak, hè? De vrouw van de fysiologie die vroeg net aan mij, heb je extra kleding meegenomen? Ik zeg, nee, dat ben ik vergeten. Super handig, maar weet je, scheid. Fuck it. Hoef je nou toch niks meer te doen. Hierna lekker naar huis, dus het pakje gaat gewoon aan. Echte mannen dragen roze pakken. En doen mee aan verboden te lachen. Rijmt bijna. Kijk dan, joh. We zijn er klaar voor. Wel grappig, er is me nu al 3 keer gevraagd of ik schone kleren mee heb. Maar ik heb geen schone kleren mee. Maar weet je, boeien, het komt goed. Oké, jongens, ik ga het anders doen. Want ze zeggen, oeh ja, we hebben gehoord dat je geen kleding mee hebt. Doe alles maar uit. Dus ik ga mijn onderbroek, ga ik gewoon lekker in het pak. En dan heb ik gewoon schone kleren. Want ze zeggen, je wordt echt smerig. Hier moet ik dus gaan zitten en daar zit slijm in. En ik denk dat dit misgaat. Gaan jullie winnen? Ik hoop dat ik ga winnen, want anders dan heb ik een slijmdouche. Maar we gaan het zien. A few moments later. Zoals jullie zien, heb ik gelachen. En ik zit helemaal onder het slijm. En het zit in mijn onderbroek. En het zit helemaal door mijn rug heen. En het is volgens mij vla. Dus het stinkt. Het stinkt! Maar gelukkig, vieze handen. Kijk, gelukkig is hier een douche. En mag ik lekker gaan douchen. Dat is dan wel weer zo fijn. Jongens, het was gezellig. Maar ik heb wel verloren, want ik had gelachen. En ik mag niet lachen. En weet je wat zelfs al, zeg maar, al deed ik dit. Dat was al lachen. Dus ik heb gewoon verloren. Ik ben gewoon een loser. Ik ga dan ook pakken. Oh, dit voelt smerig. Oh, ik had toch echt schone spullen moeten meenemen, jongens. Ik heb ook geen andere onderbroek mee. Mijn hele onderbroek is aan de achterkant helemaal vies. Dus volgende keer moet ik me even beter voorbereiden, want dit was niet het beste plan. Oeh, zo, dit was echt serieus best wel grappig. Want ja, ik zeg maar, als ik eenmaal moet lachen, dan moet ik lachen. Als er een domme, droge opmerking wordt gemaakt, moet ik lachen. Dus dit is echt een slecht programma en leuk programma voor mij tegelijk. En ik had een hele goede tip gekregen, want hij zei gewoon van ja, ik zou als je toch geen extra kleren bij je hebt, zou ik toch maar even gewoon in je onderbroek gaan. Want anders dan ben je helemaal vies. En hij heeft er echt gelijk in, jongens. Als ik nu mijn shirt aan had gehouden en mijn broek, had ik gewoon nu zonder spullen gewoon in de auto gezeten. Oh. Maar goed, ik ga nu lekker naar huis. Dan ga ik eventjes snel editen. En daarna gaan we naar Amsterdam, naar de studio, samen met Trobi. Om het nummer van Trobi en Ronnie en Gio en zo af te maken. Dus dat wordt weer gezellig vanavond, jongens. Wordt een gekke geit. Wordt weer leuk doen. Ik heb geen onderbroek aan. Woep, woep, woep. Los in de kooi. Zo, jongens. Ik heb net weer gedoucht omdat mijn haar gewoon echt stonk naar vla, want die slijm was gewoon gemaakt van waarschijnlijk ook over de datum vla gewoon wat niet meer gebruikt werd. Dus het was echt zo'n hele zure melklucht in mijn haar. En gewoon heel mijn lichaam stond. Dus ik heb gewoon nog een keer lekker gedoucht. En ik heb me ook weer lekker opgekleed. En ik voel me weer helemaal fris. En ik voel me weer helemaal het mannetje. Maar goed, ik heb net lekker geëdit. En Gio die komt hier straks heen samen met Brian. En dan gaan we richting de studio. En dan gaat de derde artiest die op het nummer komt, wat ik nog niet ga vertellen, want ik weet niet of ik het mag vertellen. Die gaat zijn verse opnemen, dus het wordt nog een leuke avond. En ik ga nu eventjes een hamburgertje bakken ook, want we hadden gisteren echt veel te veel gekocht. Moet je eens even kijken, we hebben er nog 4 over, dus die ga ik even lekker bakken. We hebben nog meer. Kijk, we hebben nog sla. Verder hebben we helemaal niks. Oh, dat ziet er lekker uit, jongens. Dit is top! Ik had nog broodjes van gisteren, dat wist ik niet. Nice. Ik ga naar beneden, want Gio staat beneden op mij te wachten. En dan gaan we naar de studio om dit is geen la 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 love song af te maken. Let's go. Hoi.
Ik was net aan het editen. Ja. En zeg maar, ik lachte er wel gisteren wel overheen. Maar ik vind het eigenlijk niet zo leuk dat je het op Ella probeert te heten. Hou je bek, man. Ja, ik vind dat gewoon heb niet zo titel leuk. Nodig vandaag, hè? Nee, ja, nee, ik vind het gewoon niet zo leuk. Oké, okay, ja, dus wat wil je er tegen doen? Je hebt een titel nodig wil... vandaag. Nee, nee, dat is de titel van gisteren. Oh, oké. Okay. Wat is de titel dan? Van gisteren? Ja? Gio probeert mijn vriendin te kiezen. Goeie. Maar het is ook zo, want je zegt gewoon, je zegt dat je single bent weer. Ja. Maar we kunnen wel gewoon een keer een trio date doen. Ja, vind je dat leuk? Ja. Oké, okay, is goed. Dan, of we kunnen ruilen van de vriendin. Oh, ja, ik wilde zeggen een dagje ruilen van de vriendin. Maar dat kan niet. Nee, dat is lastig. Ja. Weet je dat ik jou dus echt ziek hard kan terugpakken? Nu weet je nog dat ik bij jou kan wonen. Dat het elke keer was van... Was voor mij toch de gat dat ik geen vriendin had. Was het van, oh ja, maar anders gewoon met je vriendin dit. Of oh ja, anders doe je met je vriendin dat. Ja? Weet je hoeveel pijn dat mij heeft gedaan? Dus uit de ellende heb je mijn vriendin genomen? Nee, maar nu kan ik jou terug fucken. Ja, nou, ga je gang. Hou je handen! Om 1 uur met z'n drieën op een driewieler. Ik ga niks vieren in die vijf. Ik wil nog maar 6. Nee, is doe begrijpen. Ondertussen de 7 zonder memorica. Deze achterlijke volk op het festival. Soms heb je niet goed. Je vriendje is een loze. Kijk eens met wie we zijn. We zijn er weer. Oh, we zijn er weer. Toevallig, hè. Hiernaast zijn we ook klaar. Ja. Ja, ik liep heel toevallig in Amsterdam. Kom ik ineens Brian tegen, alsnog. Ja, tegen. Hoe dan? Net als op de airport, jongens. Dat was zo toevallig. Mensen denken dat we naar Londen zijn geweest en daarna hier. Ja. Het is wel jammer dat je het net te laat wist. Anders hadden we een biertje kunnen drinken. Maar potje andori, zeg. Maar jongens, we zijn er. Wat gaan we vandaag doen? Vandaag? Vandaag gaan we hem inhalen. Ja? Ja. Dat moet wel, toch? Lekker, maat. Het voelt niet meer als de roze. Geef wat je Gio, voel je dit? Ja, man. Ja, ja. Iets beter. Wat? Gewoon iets beter. Dat je straks gewoon even naar binnen loopt. Iets meer, even. Iets gewoon meer. Maar nu even. Ja, nu even. Dames en heren, welkom bij de nieuwe vlog van Gio Latoy en Bilal Wahib. Je weet het, vloeken de ris, vloeken de ris. Ik ben de verkeerde camera. De verkeerde camera. Dit is mijn vlog. Oh. Dit is mijn vlog. Oh, shit, man. Anyhow, we zijn er. Vloeken de ris. Je ziet het. We zijn er. Zo, jongens, dat was hem weer. Gio, wat heb jij toch wel fantastisch geproduceerd. Zo, bro. Dat was zo, zo lijp. Ik heb echt talent, denk ik. Jij hebt echt Bilal aangestuurd en je hebt gezegd, doe even dit nootje en zo. Bro, echt, zo goed. Ja, ik weet het. Het is echt, hij doet bizar. Ja, je kan er nog wat van leren, houden. ja. Maar goed, wij gaan er weer vandoor. We gaan even lekker naar Hanwee. En dan gaan we lekker eten bij Loetje. Even een lekkere stuk vlees. Oh, jezus. Even een lekker biefstukje eten. Wat is Amsterdam toch een mooie stad, hè? Pik. Wat doe jij? Nou, ik moet zeggen, het is wel mooi verlicht allemaal. Ja, dus zeg maar, hier is gezelligheid. Ja, dat wel. Het is wel hoe gaat het raam dicht, Joe? Omhoog. Oh ja. Het is wel gezellig verlicht, inderdaad. Ja, dat is leuk. Ja, is mooi, hè? Het is echt een... Lekkere politie, vrouwen. Wat zeg jij nou? Ja, dat mag ik niet meer zeggen, toch? Maar jij doet het toch? Ja. Oh, zo, jongens. Ik heb trek niet normaal. Normaal niet. Normaal niet. Normaal heb ik niet zo'n trek, maar vandaag heb ik trek. Pis ik in mijn bek. Ja! Dankie open in Amsterdam. Je weet dat ik een punt op mijn rijbewijs krijg als je dit doet. Mag dit niet? Nee. Ik weet niet, is dit illegaal? Ja, dit is illegaal. Waarom? Ja, in het buitenland mag het dus wel. Waarom? Ja. Ja, dat is toch wel even frisse lucht halen. Ja. Ik moet zeggen, jongens, het dakje zo open, serieus best wel chill. Maar ik weet dus niet of dat. Is dit illegaal? Weet je? Het dak open, ja, dat is wel echt illegaal. Ja, dit mag dus niet, hè. Dit illegaal. Illegaal! Nee, maar je mag volgens mij in Nederland niet uit het dak hangen. En sowieso, ten eerste is het natuurlijk heel gevaarlijk. Er kan oprecht iets gebeuren. Ja, oké. Okay. Maar ja, eigenlijk als je aan de zijkant van de auto gaat hangen, dat is echt gevaarlijk. Ja. Ik heb filmpjes zien, bro. Vrouwen zonder vrouw. Kleding aan. Ja, oh, dat is dan niet. Maar ik weet niet of het inderdaad, maar ik doe het gewoon niet nog een keer, jongens. Sorry. Sorry, het spijt me. Voor alle mensen die nu in de comments gaan zeggen, oh, vind je was zo illegaal bezig. Het spijt me, het was gewoon niet mijn bedoeling. Ik had er ook gewoon niet over nagedacht. Jezus, maat. Weet je wat illegaal is? Door rood rijden, je bent over de streep heen. Gio Latoy. Dat boeit me geen streep. Oh, jongens, ik word gewoon een beetje irritant, omdat ik gewoon trek heb. Snap je? Ken je dat? Ja. Dat je gewoon een beetje... Ik ga je gewoon even je bek dicht. Doe eens niet zo stoer, broer. Dat is ook illegaal. Onnodig toeteren. En jij was aan het toeteren, want jij bent de bestuurder van deze auto.
jij hebt een camera. Als de politie mij nu zou staande houden, zou ik zeggen, kijk de camera beelden van hem. Ja, dan zeg ik, dat was ik niet. Aha, met je bitch, aha. Zo jongens, ik heb echt een zieke trauma aan deze. Ja, jij moet echt een zieke trauma hier aan hebben, ja. Vorige keer, precies dat we dit gingen doen, we gingen toen met Hanwee samen Loetje eten. Nee, met Jelle was dat. Ja, was met Jelle. We gingen toen met Jelle, gingen we weer bij Loetje, gingen we eten. En daarna zouden we gaan karten. Zo, die smal, maat. Zo. Maar, ja, en toen kwam ik terug. En ik dacht, ik zie iets uit mijn auto steken, uit mijn raam, uit de achterbank. En ik denk, wat is dit nou, joh? Toen was dus inderdaad gewoon mijn laptop gestolen. En ik had geen backup gemaakt, dus... Ook echt teringdom ook. Ja, dat is ook, ja, ik heb daar ook echt van geleerd. We gaan precies op dezelfde plek neer. Oh, het was inderdaad ook gewoon hier, jongens. Ook Gio's ruit was ingeslagen toen. Oh. Dit was de plek, ouwe. Ja, ik stond iets meer. De aliens, die heb jij niet ook, zeg maar, nadat het is gebeurd, dat je toch inderdaad meer bent gaan opletten en zo? Ik heb het daarna nog een keer gehad. Nog een keer? Ja, in de Jeep. Oh ja, met je GoPro. Ja. Nou, jongens. Gelukkig heb ik nu geen tas bij me. Ik neem mijn camera mee. Ik neem alles wat me waardig en wat me lief is, neem ik mee. Zodat er niks kan worden afgepakt. Kijk jongens, hier zit dus ook niemand nu. En wat het hele ding is... Ja. Ze zegt... Ja. We halen hun waardevolle spullen zelf uit de auto. Veiligheid creëren we samen. Ja, samen. En wat de fuck is dan... Ik wilde ook net gaan vertellen dat er hier dus wordt gezegd 24/7 beveiliging. Zit er nooit. En ik heb het gevoel dat ze hier worden omgekocht zodat ze eventjes weggaan. Want elke keer als er wordt ingebroken, dus drie keer op een rij is het toen gebeurd. Eerst die van mij, toen die van Gio, toen die van Ricardo. Ook allemaal rond hetzelfde tijdstip, dus het is geen toeval. Ik wil mijn laptop gewoon terug. De mannen eten vlees bij een Loetje. Doe een beetje denken aan je ouders. We hebben de dubbele vlog. Ik ben hier ook dagelijks. Ja broer, ik ben helemaal geturnd. Dat is niet normaal. Heb je lekker gesport, jongen? Ja, ik zag eerst voor veel, hè? Ja broer, ik ben 10 kilo afgevallen in 2 maanden. Ja, zie ik bro. Ja, iets meer naar boven. En nu ga ik weer bij. Ja, serieus? Ja. Nee, ik wil gewoon weer eten, maat. Maar ik kan ook weer sporten. Bro, weet je wat ik doe? Ik chop gewoon echt kapot veel. Maar als ik gewoon sport, dan noem ik het bulken. Ja, maar ik kan dat niet. Als ik dus nu kapot veel ga choppen, word ik kapot ding. Oh, ja, maar je maakt ook met spier, toch? Ja, dat wel. Maar ik heb altijd, ik voel me minder schuldig als ik echt veel eet. Maar ik heb wel gesport, dan voel ik me minder schuldig. Tuurlijk, maar dan kan je gewoon doen wat je wil in principe. Bro, ik heb wel het gevoel dat ik meer spier aankom. Maar had je niet in je fucking... Al, ja, fantasie. Maar kan jij misschien op je bek houden gewoon? Oh, jongens, het buikje is weer fantastisch mooi rond. Ik heb genoten van mijn stuk. Oh, wat is dit dan? Oh. Niet kijken, Gio, niet kijken. Ze zijn aan het zoenen. Nee, jongens, het was lekker. Het was lekker. Ik heb al lang geen Loetje meer gegeten. En nu gaan we kijken of je eruit is ingeslagen. Dat zou wel echt lid zijn. Dat heb ik wel een goede vlog weer gemaakt. Ja, dat wel. Dat is mijn gedachtegang, zeg. Ja, ik denk, als je... Zou je het nu... Ja, tuurlijk zou je het kut. Nou, trouwens, er ligt niks in. Ik vond het, zeg maar, de eerste keer met mijn Porsche echt kut. Maar die video ging fucking goed. Toen de tweede keer toen het met mijn Jeep gebeurde, toen dacht ik, ja, wel kut. En mijn GoPro was toen gestolen. Maar ik dacht, ja, het is wel gewoon goede views. Een beetje dubbel, ouwe. Ja. De gedachtegang van een YouTuber, jongens. Maar goed. Oh, Gio, ga hem even lekker thuis afzetten. Dan moet hij nog door, want hij moet naar 50 af. Thuis afzetten. Hou je bek, jij gaat me gewoon thuis afzetten. Je gaat gewoon mee. Doe eens wat voor het goede doen. Nee, ik ga niet mee. Hij moet naar 50. Hij moet. Hou je mond. Ik zou in januari beginnen eigenlijk. Ik vraag aan jou of ik je meegaat naar het goede doel en dan zegt hij gelijk straight op nee. Ik heb helemaal niet, dit is het eerste keer dat hij het vraagt. Ga je mee naar het goede doel? Ik ga er even over nadenken. Nee, maar Gio die moet naar 538, want hij moet voor een goed doel geld inzamelen tot 3 uur 's nachts. Dus succes maat. Nee. Nee. Nee, G. Nee. G. Nee. Nee. Even tunnel, even voor de views, dan die misschien meer dan 12 euro. Oké, ja. Wow, kijk dan. What the fuck? Mooi. Nee, gelukkig is deze keer niet eruit ingeslagen, jongens, dat is fijn. Oh, ik ben er weer. Graag gedaan, jongen. Binky. Later, broeder. Bedankt. We gaan er vandoor. Succes vanavond bij het goede doel. Ik sla deze keer even over. Doei. Dank je, wat een azo. Wat een azo, wat een proleet. Ach, jongens, ik ben weer lekker thuis. En ik ga lekker mijn bedje in, denk ik. Zoals jullie weten waren Ella en ik in Londen op zoek naar kerstcadeaus voor elkaar. Maar ik heb een kerstcadeau gevonden, want ik ga morgen naar Smit Optiek, waar ik al mijn brillen haal. En daar ga ik voor haar, als die er is, een Versace bril kopen. Ze wil heel graag een bril. Hey Google, doe alles in de woonkamer aan. Kijk,
Dankjewel Google. En voor de mensen die dit nu kijken en bij hun ook de Google aangaat. Sorry, pardon. Maar goed, morgen wordt dus ook weer een hele leuke dag. En ik ga gewoon weer vloggen, jongens en meiden. Want ik vind het echt hartstikke leuk. Jullie reageren allemaal hartstikke leuk op. En nogmaals, ik ben jullie heel dankbaar dat jullie allemaal zo leuk reageren. Ik had het eigenlijk eerlijk gezegd niet helemaal verwacht. Ik dacht, ik ga gewoon vloggen, dagelijks vloggen. En het gaat gewoon... Wat, ja, tuurlijk, het wordt persoonlijker, maar jullie reageren allemaal zo leuk en goed op. Dus daar ben ik echt heel erg blij mee. Maar goed, vond je dit nou een leuke video? Vergeet dan eventjes niet te abonneren, want dat is ook heel erg belangrijk. En dan zie ik jullie morgen weer bij een fantastisch leuke nieuwe dag. Dus tot morgen!